Na twee wat minder spannende wedstrijden ontving gast Terra Flames gisteravond medetitelkandidaat SPM Shooters uit Den Bosch. Met de koppositie op het spel weet Flames uiteindelijk te winnen met 85-69 en boekt daarmee een belangrijke overwinning. Niet alleen voor de stand in de competitie, maar ik denk ook voor ons moraal. We hebben een aantal zware wedstrijden voor de boeg en ook gehad tegen goede tegenstanders. We hebben vandaag een goede pot gespeeld. Het eerste kwart van de wedstrijd gaat gelijk op en het belooft erg spannend te worden. Echter door drie snelle fouten van de sterspeler van Den Bosch, Ty Wesley, lijkt Groningen in het voordeel te komen. Groningen weet echter niet te profiteren en kijkt na twee kwarten spelen zelfs tegen een achterstand aan. Het staat 37-42. Den Bosch was playing better defense in the first half, so that's the reason why they have been up. In de tweede helft wordt de verdediging aangescherpt en er volgt een 11-0 run. De Groningers weten de voorsprong steeds verder uit te breiden en zetten de wedstrijd naar hun hand, tot groot genoegen van de coach. I liked the approach in the second half. I liked defense in the second half. And then a lot of good things which we get in offense of after a good defense. Cashmere Wright wordt met 16 punten topscorer aan de kant van de Flames. Met ieder 15 punten doen Ross Bekkering en Arwin Slachter niet veel voor hem onder. Maar het was vooral de teamprestatie die de doorslag gaf. Everyone who played really gave something and really this is a team victory. Dus het is teamwerk en iedereen doet daarin zijn best. En goed, als het gaat zoals vandaag, nogmaals, dan zijn we denk ik een van de beste teams uit de competitie. Met de overwinning geeft Groningen de koppositie dus niet uit handen aan Den Bosch. En wordt het verschil tussen beide teams weer 4 punten. Aanstaande zaterdag wacht de wedstrijd tegen Matrix Magics uit Wijchen. De spelers hebben er alvast zin in.